Universiteit van Nederland. Wist jij dat porno al populair was voor de videoband bestond en voor internet? Sterker nog, Nederland was in de 17e eeuw een echt porno-walhalla. Cultuurhistorica en historisch pornoloog Inger Leemans van de Vrije Universiteit vertelt je in deze podcast alles over de oorsprong van porno en waarom het uiteindelijk zo ontzettend populair is geworden. Het woord pornografie zoals wij het kennen, is pas sinds de 19e eeuw in die betekenis gehanteerd. Pornografie, dat betekent schrijven over horen. En pas vanaf de 19e eeuw gebruiken we het om aan te geven, je zou kunnen zeggen, het met detail beschrijven van seksuele handelingen. Met bedoeling om de lust van de lezer of van de kijker uh, op te wekken. Maar nou, dan zou jullie zeggen: van ja, dat is toch al eeuwen oud, zolang de mens een penseel of een hompje klei kan vasthouden. Hebben we vruchtbaarheidsgodinnen gemaakt in de middeleeuwen? Schreven geleerden elkaar? Stuurden ze erotische gedichten toe? Is dat dan allemaal geen pornografie? Nee, zeggen historici. Eigenlijk begint pornografie pas in de vroegmoderne tijd, rondom 1500 in de 16e eeuw. En waarom is dat? Waarom, waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom zien we die uh, middeleeuwse uh, uh, gedichten eigenlijk niet zozeer als pornografie, maar meer als erotica? Dat komt omdat er een aantal elementen zijn. Hè, bijvoorbeeld, ze zijn sporadisch. Het komt dan weer op en dan weer uh, gaat dan weer weg. Ze hebben geen breed verspreidingsgebied en ze zijn eigenlijk een beetje publiek. Iedereen weet van elkaar dat ze dat aan het lezen zijn. En voor onze moderne porno heb je eigenlijk een andere ruimte nodig, een publieke ruimte. En die publieke ruimte die komt er met de uitvinding van de boekdrukkunst. Dan kunnen opeens uitgevers en auteurs anoniem eh, of onder behoorlijk wervende pseudoniemen, zoals Lullius Cortasius. Eh, de lezer werken toespelen. die die lezer weer anoniem in een hoekje kan gaan zitten eh, lezen. Dus die, die intimiteit is heel belangrijk en die marktwerking voor eh, pornografie. En dat is ook precies wat er gebeurt. Want op het moment dat de boekendrukkunst zich gaat verspreiden. staat eigenlijk de eerste, je zou kunnen zeggen, de vader van de pornografie op, Pietro Aretino. En het verhaal van het eerste pornografische werk begint in een kasteel. waar een waarschijnlijk boze kunstenaar. 16 standjes, seksuele standjes op de muren van het paleis schildert. Wij was geloof ik boos omdat hij niet snel genoeg betaald kreeg euh, door zijn opdrachtgever. En dat was eigenlijk waarschijnlijk erotica gebleven. Als niet een andere kunstenaar was langsgekomen, die heeft die schilderingen overgetekend, ze naar een uitgever gebracht, die heeft er gravures van laten maken en ze werden uitgegeven met sonetten, gedichten van Pietro Aretino. En zo verscheen voor de eerste keer in de westerse wereld een erotische beeld en tekst samen in een boek dat over een breed publiek anoniem verspreid kon worden. Nou, de kerk was woest en dook er meteen op. En probeerde uh, zowel de makers uh, als de uitgever vast uh, te zetten. En daarmee hebben we meteen twee hele prachtige verklaringsmiddelen uh, voor de opkomst van de, uh, de populariteit van de pornografie. Namelijk het biedt. De uh, lezer de mogelijkheid om intiem seks te beleven. en het maakt het extra spannend, omdat er meteen verboden overeenkomen. Dus uh, na, die, uh, na die eerste fase kreeg Pietro Aretine eigenlijk meteen de smaak te pakken. En uh, na de Sonetti Lusoriosi schreef hij De Ragionamenti, een dialoog tussen twee vrouwen. En dat is de eerste pornografische roman. En dat is al meteen een indicatiepunt dat die pornografie van Pietro Aretino heel populair werd. Het woord pornografie werd nog niet op die manier gebruikt, maar overal ging men wel spreken van Arretijnse geschriften of Arretijnse standjes. Nou, dan wist je precies wat er aan de, wat er aan de hand was en wat je ging kopen. En die vorm, die pornoroman, dialogen tussen vrouwen over wat ze meemaken, die werd heel populair en bijvoorbeeld nagevolgd in Frankrijk. Waar je uh, L'Académie des Dames krijgt, bijvoorbeeld. Een oudere vrouw. die een jongere vrouw uh, opleidt in de seks. Zowel in uh, woord als in daad. En dan stuurt ze die jonge vrouw het leven in. En dan komt die weer terug met nog viezere verhalen. En ik zal u even een willekeurig gekozen citaat hieruit uh, voorlezen. Wel vertaald, want anders dan, uh, wordt het misschien wel erg Fransig. Octavia is Tulia dus uh, aan het opleiden. Oh, je versmoord me. Oh god, je wint me zo op. Thulia, trek je hand terug. Waarom kwel je me zo? Ik voel je, puntje, puntje, puntje. Ah, ah, druk nog wat harder. Ah, ah, nou ja, van, zo gaat het met puntjes en zo. Uh, nog een hele tijd door. En het leuke is dus, uh, je ziet dat al redelijk vroeg... in het begin van die uh, pornografische opkomst... ze leren om minutieus, stap voor stap... de lust van de lezer te manipuleren en een... Naar het hoogtepunt te werken. Dus dat is weer een uh, verklaring voor de populariteit. Pornografie wordt heel professioneel. En je ziet het dan ook over heel Europa uh, verspreid raken. En waarom is dat zo? Als er een markt is, dan zijn daar de Nederlanders. Dus, uh, tweede helft 17e eeuw zou je kunnen zeggen dat Nederland zich tot de seksshop van Europa ontwikkelt. Producerend voor een brede Europese markt. Maar ook met vertalingen het Nederlandse platteland op. Zoals Tenster, die waarschijnlijk de pornoboekjes onder in haar mandje heeft liggen. Naast de condooks voor een totaal sekspakket. En je ziet, nou, die Nederlanders gaan dus keteren ook voor hun eigen markt. Weer een verklaring voor die populariteit. Brede Europese markt met een lokale gerichtheid. En met de tijd, al heel snel, gaan ze ook eigen Nederlandse pornografie schrijven. Elke stad wil eigenlijk zijn eigen pornografische roman. Je krijgt de Haagse Lichtmis, de Leidse Straatschender, de Franeker Loskop. En in Amsterdam krijgen we het Amsterdamse Hoerdom. De eerste lowly planet gids uh, voor het red light uh, district uit 1680. En dat is een verhaal waarin een hoofdpersoon door de duivel wordt meegenomen in de nacht. Door de rossenbuurt buurt van Amsterdam. En bordeel per bordeel wordt beschreven. Wat voor soort hoeren uh, zitten daar? Welke uh, kwaliteiten hebben ze? En wat voor soort trucjes halen ze uit? En wat zijn de prijzen? Pono dus van Om de Hoek. En dat verhoogt al heel snel de lust van de lezer. Als je denkt: Wauw, dit gebeurt allemaal bij mijn buurvrouw. Nou, uh, meteen uh, veel schandaliger natuurlijk. En je ziet die markt zich heel snel diversificeren. Je krijgt uh, liedjes, pornografische gedichten, theaterstukken. Of ze ooit zijn opgevoerd, weten we uh, niet precies. En een enorme inventiviteit, ook in taal. Die vroegmoderne porno, je moet hem echt lezen, want hij is zo humoristisch. Je lacht je helemaal slap. En voor ons is dat een beetje niet bij elkaar, seks en humor. Maar in de vroegmoderne tijd kon dat heel goed. En deels zit dat in de taalinventiviteit. Je krijgt, nou ja, die auteurs laten zich door alles inspireren. Op het platteland, waar mensen elkaars akkertjes beploegen en roosjes plukken. Het militaire leven, waarin bressen worden gesprongen en geweren binnendringen. Uh, de wetenschap waar men studeert in de broek met de twee bladeren en de economie natuurlijk waar beursjes worden gelegd. Uh, dat is heel interessant want het geeft ook aan dat seks een middel wordt om de wereld te ontdekken. Seks wordt eigenlijk wetenschap in deze tijd en dat is een heel interessant gegeven. Historici zeggen nu je kan spreken van een eerste seksuele revolutie in die 17e eeuw. En dat druist in tegen wat we vroeger eigenlijk dachten. Toen dachten we van, nou, in de middeleeuwen waren de mensen nog heel los en vrouwelijk en vrij. En daarvoor zijn we gaan beschaven en verpreutsen. Victoriaanse tijd, hoogtepunt. En in de jaren zestig en zeventig hebben wij onszelf uh, bevrijd. En nu hebben we uh, open seksualiteit. Zo is het niet gegaan. Je zou zelfs kunnen zeggen dat seks vanaf de 17e eeuw steeds belangrijker is geworden, steeds centraler. Niet alleen als wetenschap, maar ook als middel om de samenleving en jezelf te onderzoeken. En seks wordt dus een, een fundamenteel kenmerk van het individu. En we bepalen daar onszelf mee. En dat is heel interessant voor overheden, instituten, kerken, die gaan meteen proberen mensen via hun seks. Te reguleren. En dan ontstaat er een fantastisch uh, uh, spannend spel. Van aan de ene kant die instituten die erover op het individu duiken. En aan de andere kant die pornografen die dan weer seks kunnen gebruiken om zich tegen die instituten te uh, verzetten. Dus je krijgt anti porno, waarbij monniken en nonnen. Nou ja, misschien niet met al, de, de, al te devote acties bezig zijn. En ja, dat kennen we natuurlijk nog steeds. Hè. Seks is een enorm krachtige manier om kritiek te leveren op uh, kerk, overheid en wat niet. En aan de andere kant hecht pornografie zich ook aan elk instrument dat het kan vinden. We hadden de boekdrukkunst, uitvinding de boekdrukkunst, hup, seks. Je hebt uh, de uitvinding van de uh, fotografie, was waarschijnlijk niet zo, hè, fotografie was niet zo snel verspreid geraakt. Waren het niet door de opkomst van de naaktfotografie? Bij de film precies hetzelfde. Film wordt uitgevonden. Wat gaan mensen doen? Pornofilmpjes maken. Pornografie uh, is flexibel, hecht zich snel aan uh, nieuwe media. Uh, en nieuwe media hebben ook in toenemende mate pornografie nodig. De V2000-video van, uh, van Philips is totaal geflopt, geflopt, omdat Philips zo zedig was dat ze pornografie hebben geweerd. Dus uh, veel media hebben pornografie nodig. Pornografie is ook heel democratisch geworden. We doen het allemaal zelf. Het internet wordt gevuld met uh, pornovideo's en filmpjes uit het bed van de buren of uh, van jezelf. Dus conclusie: waarom is porno zo populair geworden sinds de Gouden Eeuw? Dat heeft veel te maken met de opkomst van verschillende markten en media vooral ook met het flexibele en adaptieve vermogen van pornografie, maar vooral toch ook met het feit dat seks zo belangrijk geworden is in onze samenleving. Pornografie zal dus nog wel even bij ons blijven en daarom is het denk ik ook van belang om het te onderzoeken onder andere vanuit een lange termijn perspectief. Dankjewel Inger en jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende